vliegend werkpaard van het leger, de beroemde C-130 Hercules, viert zijn 40 jaar bij de Belgische luchtmacht. Morgen staat het transporttoestel met zijn herkenbare hondensnuit in de kijker op de open dag in Melsbroek. En vandaag hielden zes C-130's een uitzonderlijke oefening. Een massale drop van paracommando's boven de Ardennen. Boudewijn van Spilbeek vloog mee. 240 para's staan klaar om aan boord van vier Belgische C-130's te stappen voor een massasprong. De soldaten kijken er naar uit. Een massadrop gebeurt niet zo heel vaak. Dat is eenmaal per jaar of tweemaal per jaar. Dat is niet zo dikwijls. Dus ze kijken er ook wel echt naar uit om een massadrop te doen. Voor hen is het ook een ervaring. Voor deze 40ste verjaardag vliegen ook een Deense en een Nederlandse C-130 mee. Parachutes springen, het lijkt iets uit de Tweede Wereldoorlog. Maar toch moeten militairen dat die moderne conflicten soms ook nog doen. We hebben die discussies ook gehad, strategisch zouden we dat moeten blijven trainen of niet. Maar dan heeft Irak uitgewezen met de Amerikanen dat de formatie inzet nog zeer actueel is. En met paradrop. En met paradrop, zeer zeker. De 56 para's die gaan springen zijn nu super geconcentreerd. Zo'n massadrop vraagt enorm veel ervaring en discipline. Want in minder dan 30 seconden moeten ze allemaal de deur uit zijn. Dat zijn er 2 per seconde. De vlucht naar de droppingzone duurt maar een kwartier. Dit is een kwestie van uiterste precisie. De para's hangen de lijn van hun parachute vast aan de kabel. Wanneer iedereen klaar staat, komt de go. Vooral de para's die achteraan in de rij staan, moeten zich reppen. Maar in minder dan 20 seconden zijn ze allemaal buiten. Het is heel vlot gegaan, zoals het moest, volgens het boekje. Dus het was goed. De 6 C-130 zetten koers naar de basis, maar brengen eerst nog een eresaluut aan het atomium. De Hercules heeft na 40 jaar trouwendienst bewezen dat er nog enkele jaren bij kunnen. En dat zal moeten, want zijn opvolger zal hem ten vroegste over een jaar of 6 komen vervangen.